Ik ben Constantijn van Oranje. Ik werk momenteel bij de Europese Commissie in het kabinet van Eurocommissaris Kroes. In 92 zat ik in het bestuur van de Veerstichting. Ik was toen verantwoordelijk voor het thema. Het thema was toen in passen voorbij zoeken naar nieuwe impulsen. Het ging eigenlijk over dat we vonden dat veel van de instellingen van de maatschappij en de processen en dergelijke niet meer aansloten bij de nieuwe ontwikkelingen van het individualisme en het zichzelf ontplooiende individu. Voor mij is de Veerstichting bijzonder omdat het als het goed is, en ik hoop dat dat dit jaar weer het geval is, dat een jonge generatie aangeeft wat de dingen zijn die ze echt belangrijk vinden, waar zij zich zorgen over maken. Zij kunnen leren van de huidige generatie die beslissingen neemt, wat hen bezighoudt. En dat kan hun misschien een steun geven bij het zoeken naar een carrière of inspireren in keuzes van hun werk. Dus ik kan je van harte aanraden om je op te geven voor het symposium. Want dat is de plek waar je je kan uitspreken over wat jou boeit, waar je mee bezighoudt. Daar kan je spreken met mensen die beslissingen nemen in de maatschappij en in de economie. En je kan er ook met je leeftijdsgenoten van gedachten wisselen. Het enige wat je hoeft te doen is een essay te schrijven, een bijzondere opdracht in te dienen. En dan kan je erbij zijn. En ik kan je beloven dat het een